Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een superleuk video, tenminste eentje die ik altijd heel leuk vind om te kijken. Dit keer een mega shoplog van de sale. Ik kocht dingen bij de Zara, de Stradivarius, de Bershka. Pull&Bear en de H&M. Mega veel en daarom leek het me leuk om het gewoon aan te passen met jullie. En dat we dan samen kijken hoe het staat en of ik het ga houden of niet. In plaats van dat ik nu alles omhoog hou en het daarna een aanshot ziet, gaan we gewoon soort van meteen mijn, dat jullie ook meteen mijn eerste indruk ziet. Dat wordt dus op mijn slaapkamer bij de spiegel. Dus een iets andere setting dan normaal. Maar het leek me wel leuk om het een keer op zo'n manier te doen. Zeker omdat het zo ontzettend veel is. En er ongetwijfeld een hele hoop terug gaat. Maar ik dacht, ik ga toch niet meer naar de winkels nu om te shoppen. Dus ik denk, ik koop gewoon wat ik denk dat leuk is. En dan zien we wel waar schip strandt. Ik heb ook volgens mij van sommige dingen meerdere maten en zo. Dus we gaan het meemaken. Ik neem jullie mee naar mijn kledingkast. En de stapel sale artikelen die ik daar nu uit de zakken ga scheuren. En laten we maar beginnen. Nou, dit is de stapel. Laten we maar gewoon beginnen. Ja, de H&M heb ik al uitgehad, want er zat ook dingen voor Niels bij. Let's go! We beginnen hiermee, dit shirt. Er staat de Ramones op. En dit rokje, allebei van Stradivarius. Het rokje is, als je het een beetje kunt zien, high-waist. Dan is hier, loopt het strak en dan loopt het hier met een beetje een fleurtje. Die vind ik wel leuk. Ik vraag me alleen even of hij niet een beetje te kort is. En dat Ramones, dat vind ik een heel leuk shirt. Behalve dat die print glittert. Dat vind ik eigenlijk een beetje een te hoog geer en goor gehalte hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dit is nog even twijfel. Ja, ik vind dit hier, als hij nou hier niet zeg maar omhoog was gelopen. Dan was het beter geweest. En als hij gewoon zo was gelopen. Nu zie ik even aan de achterkant. Ja, ik denk net iets te kort. Ik zal even aan Sven vragen of hij dat ook vindt. Ik trek trouwens niet per se setjes aan. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk items in één shot te hebben. Als eerste deze nep leren broek. Dit is allemaal nog van Stradivarius. En hij zit hoog. Hier zitten nog ritsjes. En hij zit wel echt heel lekker. En hij is ook een soort van gevoerd. Dus wel ook lekker warm. Alleen, ik heb er nu iets korts op. Je moet even een oversized trui erop denken. Zoiets. Oh, het ruikt een Stradivarius. Dit, ja, met deze vind ik wel. Ik denk dat ik hem wel leuk vind. Maar ik moet er gewoon echt even een oversized trui overheen. Ik zou hem nooit zo dragen, zeg maar. Over oversized gesproken is dit vest. Met van die vleermuis. Mouwen en die vind ik wel heel leuk. Gewoon lekker simpel. Wat je overal overheen kan gooien. Dit topje, zeker in combinatie met die broek, is het niet. Het is een beetje een soort goud. Ik dacht dat het meer nude was, maar het is meer een beetje goud. Zeker met die broek wordt het echt redelijk ordinair. Dus die wordt het niet. Maar het vestje vind ik leuk. En hier heb ik het volgende aan. Dit is een, een beetje kunnen zien, een high-waisted broek van Stradivarius is altijd wel mijn favoriet. Dit is wel mooi. Hij is iets stugger, zeg maar, dan dat ik van ze gewend ben. Dus ik denk dat je hem ook iets meer uitloopt. En die vegen lijken op beeld erger dan dat ze in het echt zijn, hoor. In het echt valt het echt even mee, want ik hou niet zo van vegen. En dan dit blauwe shirtje, maar ik weet niet of dit helemaal mijn kleur is. Ik heb wel een broekje waar die heel leuk op zou staan. Ik zal hem zo laten zien. Die valt gewoon lang en los. Daar twijfel ik over. Maar de broek denk ik wel. Dan deze roze top. Maar dacht ik, doe eens wat anders. Maar word ik niet heel blij van. In de categorie, ik probeer eens wat anders over dit ding. Alleen de broek. Weet het niet. Wat vinden jullie? Een beetje alsof ik een lui om heb of zo. Ik weet het niet. Dit pakje. Allemaal nog steeds van Stradivarius.
die mouwtjes wel heel grappig met een soort splitje. Ik vind die mouwtjes wel heel grappig met een soort splitje. Een soort strikje eromheen. Maar als ik dus opgezet ben, wat ik dus regelmatig ben, dan wordt het zeg maar een beetje dit. En dan lijkt het alsof ik zwanger ben. Dat is altijd lastig. Verder vind ik hem wel mooi. Ik vind de broeklengte, broekspijpjeslengte ook goed. Oh, en de rug. Dat je die zo een beetje kunt zien. Die vind ik wel heel mooi. Inmiddels zijn we aanbeland bij Pull&Bear. En deze jurk die heb ik in het grijs en die vind ik heel fijn. Alleen toen ik bestelde wist ik niet meer in welke maat ik hem had. Dus ik heb een, volgens mij deze heb ik in een M, dacht ik. Deze heb ik volgens mij in een M, even kijken. Ja, en dan denk ik dat ik die andere in een S heb gedaan. Want soms is de S zeg maar te kort. Nou, dit is een M en die is prima. Nou, ik hou van dit soort jurken met een mooie hoge laars met een flinke hoge hak. Vind ik dat echt heel cool. Het is echt een heel fijn zacht stofje ook. Dit is hem in het groen in een S. Nou, deze maat is wel beter. Het is natuurlijk gewoon een losgehangen model. Het moet ook geen hoppenzak worden. Dus deze, ja, ik weet niet of je de kleur groen een beetje kan zien. Ja, zo beter. En dit vind ik wel een leuke kleur. Dat heb ik ook nog niet. Dan zie ik dat wel. Ik kan zowel met mijn bruine als mijn zwarte laarzen. Yes. Deze wordt dus, ja, hij schijnt hier een beetje door. Maar zwarte panty. Komt goed. Zo'n jurkje van je, als je hem ziet, dat je denkt, oh yes, ik zie mezelf helemaal staan op een festival, dat je laarsjes eronder, dan trek je het aan, denk je, of ik kom gewoon uit de zee gekropen van ellende. Nee, dit is hem niet. Een soort hobbezak, helaas. We zijn inmiddels bij de Zara beland en dit jurkje vind ik wel heel leuk, zeg maar. Het model vind ik leuk, ik vind het niet helemaal het goede print vind, maar voor mijn werk is het in ieder geval ideaal als het warm is, want ik heb had eigenlijk met die bloedhitte van laatst had ik echt te weinig choices. Dus deze. Dit is een soort suède-achtig spul. Het is een beetje, nou ja, niet helemaal strak en niet helemaal los. Ik zoek dus al de dingen die verhullen als mijn buik opzet. En ook omdat mijn buik nu sowieso als een soort aftakje is vanwege dus die bevalling. Die buikspieren, of tenminste vanwege de zwangerschap die buikspieren heeft dus vernacheld. Dus ik probeer altijd iets te vinden wat dat een beetje, wat zeg maar nog steeds maakt dat ik een figuur heb. Maar niet dat, dat ik me heel onzeker voel over mijn buik. Want dat gaat pas weg met een operatie en dat gaan we voorlopig niet doen. Dus deze, ik vind hem geloof ik wel mooi. Gewoon heel simpel, maar juist zeg maar door dat stofje vind ik hem wel leuk. Nou, dit jurkje van Zara, daar kunnen we kort over zijn. Dat wordt hem niet. Dan heb ik er nog schoenen bij aangetrokken. Deze van de Hennes. Ik zal ze anders nog even zittend laten zien. Deze. En deze. Deze. Maar ik vind de neus denk ik te bol. Deze. Echt leer. Ik vind de kleur wel heel mooi. Maar ik vraag me af of ik hem lekker vind zitten. Ik weet, de laatste tijd hebben ze iets nieuws gedaan met die schoenen. Want voorheen zaten die H&M schoenen altijd heel goed. Maar om een of andere reden zit het tegenwoordig minder lekker. Ik vind deze op zich wel mooi. En dan het laatste jurkje van de Zara. Deze met een kanten bovenkantje. En een beetje gekke armdingen. Maar hier zit dus ook, als je het een beetje kunt zien, zit dus ook dat kant. Dat vind ik dan wel mooi gedaan. Ik vind het wel wat hebben, maar ook wel een beetje 70s. Maar ja, het heeft ook wel wat. Ik zit er meteen te denken, nou, doe ik die laarzen erbij of die hakken of dat.
Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond om te zien. Als je dat vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal door hier op mijn gezicht te klikken. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe video. Doeg!